Ik zit nu nog aan tafel met Stichting Stabico, die vertegenwoordigd wordt door mevrouw June Wilson, onze DNA-lid. Mevrouw Kruiden Karin, secretaris, maar ze zit ook in het bestuur, en de heer Stefan Os. Ze hebben me vandaag het een en ander verteld over de situatie in het tehuis. Gisteren als koloniaan moet ik ook eerlijk toegeven dat meneer Assan is ook toen naar straat, maar ja, ik werk niet met geruchten. Ik ga vanuit dat de organisatie, de stichting achter het thuis Linor, mij persoonlijk moet rapporteren zodat we actie kunnen ondernemen. Dat is intussen gebeurd. Tijdens het praten heb ik gelijk gebeld met de adviseur van de president, de heer Stanley Dijkstil. Er zijn gelijk wat afspraken gemaakt. De president is uitlandig, maar ik heb ook dringend gevraagd naar een gesprek van de organisatie met de president. Als hij maandag komt, is dinsdag of woensdag, het moet een spoedkarakter hebben. Waarom? Omdat de mensen nu in feite desmaal liep naar de lot over, want de werkers komen niet meer op dagen. Vandaag zijn ze niet geweest, dat heb ik me laten vertellen. En nu op dit ogenblik is mijn secretariaat bezig de mensen telefonisch op te bellen voor een spoedvergadering morgen bij mij op kantoor om 10:00. Dus we willen met de groep praten en een beroep op ze doen om onze oudjes niet in de steek te laten en de foto in mij en de team van Tabeko te stellen, zodat we heel spoed, heel binnenkort, heel snel een gesprek kunnen aangaan met de regeringsleider en kijken wat uit de bus komt. Ik heb een goed gevoel, voor nu niet, maar ik denk dat na het praten dat we wel tot een akkoord kunnen komen. De mensen hebben het werk neergelegd, heb ik net vernomen van Stabeko, dat ze al 6-7 maanden niet uitbetaald zijn door SASAVO. Dus I don't know, maar het is een beetje heel lastig dat de mensen werken. Anderen hebben hun gezin, trouwen nog op wat land erop of zo. Dus ze focussen op hun geld wat ze daar wel moeten verdienen. En als je het niet krijgt, dan word je wel een beetje boos. Dus we willen met de mensen praten om te kijken om ze op andere gedachten te brengen voor een dienst, maar in de steek om de mensen te helpen. Ik weet het, het is een heel moeilijke situatie. Ik kan erover praten. Ik heb als persoon, ja, niet om mezelf de hemel in te stoten, maar als persoon heb ik meerdere malen moeten inkomen met voeding voor de mensen van het thuis, via sponsoren, via mijn eigen zak. Dus ik weet wat er daar gebeurt. We zijn van bijna van alles op de hoogte. Maar we willen dit snel tot het verleden laten behoren. We gaan morgen spoed met de mensen vergaderen. Ik wilde vandaag al met ze praten, maar het lukt vandaag niet. We hebben ze uitgenodigd voor morgen 10:00. Dus ik ben geen voorstander dat de mensen worden opgehaald. Dus we gaan voor vandaag kijken wat we kunnen doen met de weinige middelen, met de weinige mensen die we hebben. Om het even toch nog draaiende te houden tot morgen, om te kijken naar het gesprek van ons met de mensen, wat er uit de bus komt. Reeds bij mijn aantreden was er altijd een probleem met arbeiders daar. Dus vanuit het commissariaat heb ik een paar mensen ter beschikking gesteld. Dus alvast met die mensen gaan we proberen het nog draaiende te houden en kijken wat de andere mensen mogen zeggen. Maar voor wat nu betreft de lantimangs, zullen we vragen om dat ding nog even draaiende te houden.